100 computers. Hey iedereen, welkom bij deze gloednieuwe vlog. Natuurlijk start ik hem deze ochtend weer bij Roy, want dat is waar ik inmiddels mijn hele leven inmiddels doorbreng. Dat was 2 keer inmiddels. Wij gaan gelijk de auto in. We gaan namelijk naar een gezamenlijke afspraak. Zo. Dat kwam er moeilijk uit, gast. Net als mijn poep. Heb ik ook wel eens Het is echt verschrikkelijk weer, gast. Holy shit, look at this. Oh, ik ben zo verliefd op de zwarte Audi ringen. Zo, hoeveel jeuk heb jij aan je anus vandaag? Best wel weinig. Dat is goed om te horen. Ja, jij? Weinig jeuk, weinig te vinden. Behalve haar, natuurlijk. Heb jij wel eens wormen gehad? In mijn poep? Ja. Ja, als kind. Ik ook. Nice. Dat was kut, hè? Ja. Ging je alleen maar kriebelen aan je anus. En nu heb ik een worm tussen mijn benen hangen. En het leuke was dus dat mijn hele gezin toen dus ook aan die pillen moest zitten. Aan de pillen! Aan de pillen! Ja, van die anti-wormpillen. Die moesten we allemaal nemen, zodat ze allemaal dood gingen. Dus jouw piem was nu zo. Voor de mensen die denken, wie de fuck is dat achterin? Dat is Royce stagiair. Yes. Hey. Anders denken jullie echt van, wie is die guy? Wie de pauper is dat? Heeft hij daar geslapen? Voor de mensen die geen idee hebben wat wormen is, dat krijg je dus eigenlijk door te spelen in bagger als kind. En dat krijg je dan naar binnen via je neus en je mond en dat komt dan in je poep terecht. En daar komen dan eitjes uit en dat zijn wormen, kaulogor in ieder geval. Ja, het is echt heel kut, man. En dan jeukt het, jongen, het schijten. Je poepert, wow. Jeukt. Oh. Niet normaal, echt niet normaal. Maar de hele dag door, gewoon let de hele dag door. Dit is gelijk weer quality content, gewoon. Ja, Hebben jullie wel eens luizen gehad? Nee. Nee? Nee. Trouwens, ik heb een keer gehad wel. Schaamluis! Daar zou ik me wel echt voor schamen. Weet je welke voetballer altijd luis heeft? Luis Suarez. Na een heerlijk stukje rijden zijn we aangekomen in het AVAS Circus Theater. Zo. In Scheveningen. Ja, dat is me nog eens een theater. Ik zeg net tegen Roy, het lijken allemaal rode bloedlichaampjes. Roy gaat een hele gave show geven hier zo in dit theater en ik word de main guest. Op 30 december 2019 gaat het gebeuren. Ja. Roy, vertel even wat info. Realistic Live, 30 december, in actie voor het Rode Kruis. We hebben hier straks onstage 100 gameplekken. Dus we gaan live Fortnite doen, zeg maar, in het theater. Met 100 spots, 100 mensen die ook daadwerkelijk... Ja, 100 spots op het podium, hè? Ja, dat is echt heel ziek. 100 computers. Ja. Of PlayStations op het podium. 100 computers. Allemaal mede mogelijk gemaakt door Acer, dus dikke shout-out naar hun. En hier op de voorkant, dan zit ik daar. Dus ik zit hier straks. En ik heb natuurlijk ook een duo. Er zijn in totaal straks 50 duo's. En mijn duomaatje gaat Don zijn. Ikke! Yes! Dus Don en ik gaan samen op 30 december de strijd aan met al die andere 49 duo's die ook onstage zitten. Wat allemaal BN'ers, YouTubers, et cetera zullen zijn. Je zal ze waarschijnlijk allemaal kennen, iedereen die hier straks onstage zit. Dus dat gaat gewoon heel erg lijp worden. Wel de grootste Royalistic Show ooit. En ja. Don is dus een van de main guests. Wil jij nou 30 december ons hier gaan zien? Er zijn ontzettend veel plekken. Je kan een ticket kopen op... tickets.royalistic.nl. Link in bio. Nou, top, gast. Ja, dat gaat echt heel erg lijp worden, gast. Holy damn. Dat gaat heel erg lijp worden. Ja, imagine dat het straks helemaal vol zit. Dat wordt spannend. Dat wordt gekkenhuis. Onze merch is ook hier te koop. Dat is een hele goeie ook voor jou om te zeggen in je vlog. Zeker weten. Ja, niet alleen mijn merchandise is beschikbaar om hier eventueel te kopen. Maar ook die van Don. Dus alleen van Don en ik. Alleen onze merch is te koop hier bij het evenement. Niet andere YouTubers, geen andere BN'ers. Nee, alleen van Don en ik. En wat dus heel fijn is voor de mensen. Stel dat je hier dus bent. Je hoeft dan geen verzendkosten te betalen. Dus en dat scheelt je 7 euro. Dat scheelt echt heel veel geld. Want normaal gesproken als je op de webshop een bestelling plaatst. Betaal je bij zowel Don als bij mij betaal je verzendkosten. En hier betaal je geen verzendkosten. Je kan ook gelijk kijken. Of het past. Je kan verschillende maten proberen. Dus dat is ook altijd wel echt een groot voordeel aan een live show. Per ticket dat gekocht wordt, gaat er een klein deel van het geld gaat naar het goede doel, naar het Rode Kruis. Dus dat is super top. En als je ongesteld bent, heb je ook een Rode Kruis. Daar weet ik niks van. Ja, dat zeg jij. In deze film is iedereen dronken, hè? Lazarus. Ja, het is prachtig hier. Ze hebben zelfs gedacht aan zuurstof binnen met bomen en shit. Ja. Hey, die voetballer is hier. Kijk dan. Varane. Van Real Madrid? Ja, die ken ik, ja. Maar wat is Varane dan? Dat heet Varane. Oh, dat plantsoort. Oh, dat weet ik allemaal niet. Het ging niet volgens plant. Er is heel veel druk in deze ruimte, hè? Heel veel bar. Gast, ik ga hier met mijn goede vriend heen, hè, Barry.
Die hangt altijd aan de bar zeker. Ja. Onze zakelijke afspraak is voorbij. We zijn teruggegaan naar Roy en zijn lieve vriendin heeft gelijk voor ons gekookt. Kijk eens even, een lekker melkie erbij en lasagne met lekkere broodje. Ik heb Bente al best een tijdje niet gezien en die ga ik de komende tijd ook niet zien omdat ze toetsweek heeft en ze heeft heel veel dansen staan. Bente zit op dansen. Die heeft het helemaal volgepland, gewoon de hele agenda, dus die ga ik de komende tijd niet zien. Dus helaas gaan we even geen tijd doorbrengen binnenkort weer. Maar wie er wel tijd gaan doorbrengen zijn deze twee. Ik ga jullie achterlaten, dan kunnen jullie lekker doen waar je zin in hebben. Yeah. Vul zelf maar in wat dat is. Chillen. Ik hoorde je vriendin zeggen, Roy, dat ze romantiek wilde kijken. Wil je dat ook? Een romantische film? Wil je dat ook? Nee, hè? Ja, nou een keer. Ja, gewoon een film kijken, maar niet romantisch. Wat wil je dan kijken? Ja, weet niet. Gewoon een beetje bladeren doe ik altijd. Dan zie ik wel of ik iets vind. Heb je ook zo Demi gevonden? Nee. Hij is best wel leuk, hè? Hey, what's up, bro? Ben je ook lekker aan het chillen? Holy shit, wat is dit een cutie. Nee. Hij is zo lekker aan het chillen, jongen. Hij kwam net gewoon lekker bij me liggen, die kat. Maar hij is ook lekker. Hè? Het is gewoon zo'n lekkere vacht om te aaien. Hij heeft een hele lekkere vacht om te aaien. Ik wil deze met jou zo zien, Thee. Oh, hij heeft een film gevonden. Welke? Nee. Welke? Nee. Annabelle. Dat is een zieke horror. No way. Ik ga geen horror kijken. Echt niet. Nee. Is dat niet? Nee, dat wil ik niet. Je weet dat ik daar niet van hou. Nou, nee. Roy is toch al horror genoeg? Ja. Hoe lekker ik het ook vind om met je te knuffelen. Ik ga de anderen de tijd geven om te knuffelen, maat. Ik ga er van tussen. Oh, word je wakker? Word je wakker? Are you awake, bro? He's not awake. Kijk je wel, hij is een beetje awake, is die. Are you awake? Oh, kijk hoe schattig. Hey, bro. Dat is zo fucking cute, ouwe. Edgar, are you enjoying, bro? Hij laat al de poepies, Edgar. Laat die poepies? Kijk, oh, Edgar, ik zie je ballen, ouwe. Hij heeft grote ballen, hè? Heeft hij in ieder geval niet van zijn baasje. Nee, want die van mij worden altijd geleegd. Oh! Nou, dat laat ik dus ook aan jullie over nu. Ik ga naar huis. Kabinet trekt 500 miljoen euro extra uit voor stikstofmaatregelen. Daar komt Roy. Hij heeft nog nooit zoveel poes achter hem aan gehad. rennen Roy, rennen. Njong. Scoop. Wat is het pluisje? Pak het pluisje. Kijk, dat reactievermogen van dat beest is zo traag, jongen. Kijk dan, die hebben geen idee wat er gebeurt. Ik heb nog nooit een kat gezien met zo'n slecht reactievermogen. Maar zo schattig. Hij gaat niet eens slaan meer nu. Kijk dan. Alsof hij blind is. Gaat zo sloom. Die ander die gaat er lekker bij liggen. Hij heeft hem. Oh. En op. Hoi! Bro, I'm gay. Oh, ik ga naar huis. Roy is een vriend van me die een ontzettende goede invloed op mij heeft op één ding na. Op één manier beïnvloedt hij mij slecht en dat is mijn slaapritme. Door Roy ga ik gewoon zo laat naar bed nu, omdat we gewoon een paar keer per week gewoon pitten en chillen. Elke keer tot 3:30 s'nachts zijn we wakker. Echt helemaal fucked up, maar wel zo gezellig. We blijven maar lullen en deze keer was het ook weer zo gezellig. Kijk eens wie er op mij te wachten zit. En nou is ze nog heel rustig, maar zodra de deur open gaat, jongen, wordt ze lijp. Hallo Bobo! Hallo Bobby! Hallo Bobo! Hallo, oh, heb je een mooi speeltje? Laat eens even zien, Antonie. Wat heb je daar? Wat heb je daar? Oh, je Bobo, nog een kussen. Even kussen, even knuffelen. Oh, wat ben je blij met een mooi speeltje. Oh, god, wat is dat beest op zwaar. Er is niks zo puur als de liefde van een hond, vooral als hij je ballen plat trapt. Oh, welkom. Hi, Bobby. Hallo, gek. Je wordt helemaal gek. Even zachtjes hoor, zachtjes. Au. Oh, je god. Wat ben je toch lomp. Oh, Bobo. Ik zat achter mijn computer te editen. Ik loop naar beneden en ik zie gewoon mijn vader. Ik zie mijn moeder. Ik denk, dit moet ik even filmen hoor. Gebeurt bijna nooit dat ze precies tegelijk in slaap vallen op de bank. Horen jullie dat ook?
Zo. Altijd als je lasagne eet, althans dat heb ik. Altijd als je lasagne eet en je laat een boerjongen na. Het is alsof je het opnieuw geserveerd krijgt. Zo. Ik ga het weer afronden voor vandaag. Ik vind het weer helemaal mooi geweest vandaag. I'm fucking there, bro. Of course I'm fucking there, bro. I'm always fucking there, bro. Mijn slaapritme is gewoon helemaal fucked up, bro. Ik ga mijn slaapritme weer een beetje op de rit proberen te krijgen. Dus ik ga vanavond niet te laat naar bed. Een beetje op tijd. Dus vandaar dat ik de vlog nu ga afsluiten. Dames en heren, vergeet zeker niet te abonneren. Want dan kan binnenkort 1% weer bij op de millicounter. We gaan natuurlijk voor de 70% dit jaar. Hè? En zoals het er nu uitziet, gaan we dat nog halen. Dames en heren, ik wil jullie heel erg bedanken voor het kijken naar deze vlog. Ik ga zeggen wat ik altijd zeg. En dat is tot de volgende video. Later. Ik, wat betreft mijn show, ik denk dat ik welkom.